Hallo, leuk dat u weer kijkt naar het YouTube-kanaal Fire and Food TV. En vandaag gaan we op de Pit Barrel Cooker een lekkere zalm roken. De Pit Barrel Cooker, mooi apparaat om te roken. Heel eenvoudig klaar te maken, dat zullen we wel straks laten zien. Maar Bastiaan, je gaat eerst de zalm even klaarmaken. Wat gaan we klaarmaken? Ja. Zalmpje erop en dat gaan we doen op een cederhouten rokenplank. Dat hebben we al daar liggen, dat wordt voorbereid door de barbecue zelf, zo gezegd. Want een cederhouten plank kan je pas op gaan roken wanneer de eerste rook daar is. Maar dat leggen we straks even Hij rookt, ik zie hem roken. Ja, goed, hè? Even kijken, we halen dit stukje even af bij de zalm, want dat is een dun stukje. Dat heeft toch een andere garing als eigenlijk het rest van het filetje. Stap 1. Heel klein beetje een scheutje olie erop. Dan zal ik dit maar doen. Ja, dus je hebt nou van die oliehanden, zeg maar. Ja, precies. Ja, super zo. Mooi. En ik vind dit altijd een beetje zo'n snackstukje, weet je. Ja. Dat leg het erbij, je hebt het over, eet het op tijdens de bereiding. We gaan richting de Pit Barrel Cooker, hè? Ja, laten we doen. Het plankje ligt erop, hè. Dat geeft dan wat rook. Dus, die komt daarop te liggen. En deze legt we hier neer. En dan laten we zo gaan. Hè? Ja, nou en ter afsluiting natuurlijk, deksel erop. Te zorgen dat de rook lekker. Dat er ook in de pit barrel blijft zitten. Je ruikt hem al, hè? Mooi, helemaal geweldig. Specifiek geur, dat, wat dat betreft herken je het wel. Gaat lekker. Goed komen. We gaan. Nou, Bastiaan, zullen we even kijken? 20 minuutjes. Ja, klopt precies, de zalm. Ja, ja. Kijk eens, kijk, het begint net hier zo. De eiwitjes te komen, dus we zijn precies op tijd. Ja, timing is goed. Timing is goed. Nou ja, het makkelijkste is dus het plankje, is natuurlijk het plankje. Ja, dus die pakken we eruit. Oké. Kat. Oké, limoen. Limoentje erbij, altijd lekker. Zuurtje. Ja, heerlijk. Zullen we gewoon een stukje eraf, hè? Nou, meer is het niet. Nee. Gaan we eens kijken hoe mooi die van het huidje loskomt. Dan leggen we even een potje toch. Ja, heerlijk. Oh. Zullen we gewoon wat limoen erin doen? Ja, Hoppakee. Nou, een vorkje erbij. Ja. Ik ga gewoon even hier staan. Kom eens even ervoor. Oh. Je zet nou weer die zakken erin. Ja, heerlijk stukje. Verse zalm, beetje gerookt, goed aangemaakt, beetje citroen erop. Ik voel het nog even. Helemaal geweldig. Hoe eenvoudig is het, hè? Ja, hoe eenvoudig, hoe lekker kun je het maken. Het recept kunt u uiteraard hieronder lezen. Informatie over de Pit Barrel Cooker www.resaco.nl. U kunt zich natuurlijk steeds gratis abonneren op ons YouTube-kanaal Fire and Food TV. En uw reacties zien we graag tegemoet. Ja, zeker. Heerlijk zalm. Top.